Hoog tijd om even te bellen met Rio. Afgelopen nacht kwam er een einde aan de Paralympische Spelen van 2016. De afgelopen dagen heb je kunnen genieten van die Spelen. Team NL heeft een mooie score neergezet. En we bellen even voor de laatste keer wordt het dan. In ieder geval in deze hoedanigheid met Mark de Hond. Goedenavond, Mark. Hallo. Ja, jij hebt ons met regelmaat op de hoogte gebracht van de prestaties van Team NL. Ja. Ja, ik was erbij. Ja, en misschien moeten we het als eerste even hebben over je voorspellend vermogen. Want dat is minder accuraat dan dat van je vader. Schrijf maar op, einde van de Paralympische Spelen, 42 medailles voor Nederland. In de top 10. Jij zei 42 medailles en je zei van nou, ik zei 42 medailles en in de top 10. Ja, en dat laatste klopt. En dat eerste, het is veel beter gegaan. Hè. Zeg maar, hoeveel hebben we er uiteindelijk binnengehaald? 62. Niet te geloven, hè? Ja, dat was wel echt elke dag feest. Het was elke dag waren er wel weer grote successen te vieren. Dus dat was geweldig. Het was één groot oranje feest. Ja, waar ben je het meest trots op? Wat vind je echt een hoogtepunt van de afgelopen dagen? Wat ik echt... Nou, het zijn onvergelijkbare prestaties. Ik vond de 100 meter van Marlou vond ik wel heel bijzonder. De inhaalrace van haar, dat is natuurlijk altijd bij haar, want dat is inherent aan hoe zij loopt. Ik vind echt Kelly van Zon. Ik ben vroeger keeper geweest. Kelly van Zon is tafeltennisser. Dat meisje loopt normaal gesproken met een kruk. Nou, als zij gaat tafeltennissen, dan is het echt een beest. Ze scheldt ook iedereen voorop. En volgens de magische bal, die is ook viral gegaan, iedereen denkt, die bal die kan ze niet hebben. En de regie schakelt al weg en zij duikt gewoon als een soort van de Sar en ze speelt die bal nog op een miraculeuze manier langs de tafel en ze maakt het punt. Nou, dat vond ik wel mooi hoor. En uiteindelijk wint ze goud. Ja, mooi. Ik heb daar een fragmentje van. Dan is het 10-5. En zijn er 5 matchpoints voor Van Zon. 5 kansen om opnieuw goud te halen. Net als in Londen. En de eerste is meteen raak. De Turkse die krijgt hem niet goed op de bitje. Hij gaat naar het plafond en Kelly gaat naar Liefding. Want aan deze man heeft zij veel te danken. Ja. In Nederland is er wel wat discussie losgebarsten. Ik hoorde vanavond bijvoorbeeld op Radio 1 een gesprek over of de Paralympics wel echt topsport is. Heb je daar iets van meegekregen? Of is dat een typische Nederlandse discussie? Ik heb vandaag weer een de column gelezen. Misschien dat het daarmee begon. Dat is Marijn, de ex-wielrenster, die zei... Ik vind het geen topsport. Ja, kijk... de definitie van topsport is redelijk dobbel. Dus in feite is het gewoon... Topsport is alles waar je hard voor traint, goed je best voor doet... en als fulltime sporter voor leeft. Dat kan je topsport noemen. Mm-hmm. Maar ik vind het hetzelfde als... ik vind iets mooi, ik vind iets leuk, ik vind iets topsport. Het is gewoon... ja, iedereen moet daar maar zijn eigen label aan hangen. Ik vind eigenlijk dat we... ik vind het heel gek dat aan het einde van de Paralympische Spelen... opeens daar dan weer discussie over zou moeten zijn. Volgens mij is die discussie hier in Rio niet geweest. Die discussie is er in Team NL niet. En het enige wat ik zou vinden is dat je daarmee de prestaties tekort doet. Alsof het een soort pretreisje is waar iedereen naartoe gaat... en daar dat iedereen daar toch wel een medaille wint waar je mee naar huis gaat. Alsof het zoiets is. En daarmee doe je de prestaties tekort. Dus ik vind het is ieders goed recht. Het is een vrij land. Je mag zeggen, ik vind het niet leuk, ik vind het wel leuk... ik vind het inspirerend, ik vind het niet inspirerend, ik vind het lelijk. Ik vind het wel of geen topsport. Ik weet wat iedereen ervoor gedaan heeft om hier te presteren. En ik weet wat al die andere landen dat ook allemaal doen. En de ene sport is de andere niet. Hè. Er zitten ook sommige sporten bij waar ook wel heel veel klassen bij zijn. Ja. En verschillende categorieën. Maar bij judo is er ook voor elke kilo meer of minder een aparte medaille. Ja. Dus Dan kan je over alles een discussie gaan voeren. Maar ik vind het, het is duidelijk wat ik ervan vind. Het is geen moment om te discussiëren, denk ik ook. Het is vooral een moment om te vieren. Ik denk dat de sporters, jij stapt zo meteen in het vliegtuig morgen... dat zou ik niet doen, maar ik rol er wel in. je moest hem maken, hè? Nee, ja, ik wist het. Jij rolt zo meteen het vliegtuig in en dan morgen is het grote feest, hè, Tivoli. En dan worden ze ook nog gehuldigd in de ridderzaal. Ja, dus morgen. Dus er gaan nog huldigingen plaatsvinden. Dus
Ja, de Paralympische sporters zelf die zijn voorlopig nog niet thuis. Die hebben nog wel wat te vieren. Ik ga wel lekker naar huis. Mark, ik wens jou een goede reis. En is er nog een nummer waarvan je zegt van ja, dit vat wat mij betreft echt het gevoel van deze Paralympics 2016 heel mooi samen? Ik ben heel trots op wat een heel klein clubje NOS-mensen heeft gedaan de afgelopen weken. Het was een prachtig programma en natuurlijk, het liefst hadden we nog meer zendtijd gehad. Maar in ieder geval, volgens mij, de mensen die gekeken hebben, hebben genoten van een fantastisch programma van de NOS, wat altijd werd afgesloten met de Lovely Day. Dus laten we dat nu ook maar doen. Zingt u hem allemaal mee thuis. 62 medailles, iets om trots op te zijn. En wij zijn het hier. En ook bedankt voor je bijdrages. En je mooie verslag bij het rolstoelbasketbal. Nou, dat hebben we met veel plezier naar gekeken. Mark, dankjewel, hè. Jij ook. Hoi. Hoi. NPO Radio 2.